LVV traint medewerkers in bestrijden carambola fruitvlieg. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de strijd aan met de carambola fruitvlieg. Op maandag 21 oktober 2019 is op het ministerie een 8-daagse training eradiceren en beheersing van de carambola fruitvlieg van start gegaan. Tijdens deze training worden LVV-voorlichters, assistentonderzoekers en personeel van afdeling plantenbescherming getraind in het verantwoord bestrijden van deze destructieve fruitvliegsoort. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.